sterrenbeeld Steenbok. Steenbok, van harte welkom op het kanaal van Mireille Online. Mireille hier. Leuk dat je komt kijken naar jouw maandlegging voor de maand februari 2022. Ik heb er heel veel zin in. Ik hoop jij ook. Ik ben iets later als dat je van mij gewend bent. Maar ja, het is gewoon even allemaal heel anders gelopen als dat ik zelf ook gewenst heb. Maar beter laat dan niet. En voor de januari-legging heb ik even een losse video gemaakt met de prijswinnaars. Die vind je dan in de beschrijving van die video. En in diezelfde video laat ik even weten wat jij deze maand eventueel allemaal zou kunnen winnen. Mocht je dat leuk vinden. En check gewoon even die video en laat dan weten waar jij kans op wil maken bij de video van je eigen sterrenbeeld. Dus ik neem nog even een slokje en dan gaan we lekker starten. Nou, daar gaan we. Steenbok, alle informatie in de beschrijving onderaan deze video. Like en deel de video zoveel mogelijk. En ik vind het altijd heel erg leuk als je me sowieso even een reactie geeft in de video. Hoe je de video ervaren hebt. En ben je nog geen abonnee? Je kunt je gratis abonneren op dit kanaal. En misschien ben je wel helemaal nieuw hier en denk je op het laatst, nou, ik vind dat toch wel heel erg leuk. Vergeet ook niet om je notificatiebelletje even aan te zetten, zodat jij direct een melding krijgt als ik nieuwe video's geplaatst heb. En ik ga eens even aan madame Lenneman direct ook vragen wat zij ter verdieping, verduidelijking en inzichten wil geven. En dan ga ik in één keer alle kaarten even voor je uitleggen. Ik ben heel erg benieuwd. Daar gaan we, Steenbok. Hartstikke idee. Zijn hele nieuwe kaarten. Ik zal even het doosje laten zien. Ik was tot en met de maart bezig met de andere Marchetti kaarten. Maar ja, toen kreeg ik deze bezorgd. Ik had ze wel al besteld. Ik hoopte dat ik ze helemaal al gelijk kon gebruiken. Helaas dat niet. Maar dan gaan we vanaf weegschaal ben ik ze eigenlijk gaan inzetten. Steenbok. Ik start al met de ster en bekers 2. De empress. De hoge priesteres. Oh. Ah, de zwaarde, koningin. Zo. Het is echt. Oh, het zijn zulke mooie kaarten. Ik ga ze je zo ook allemaal laten zien. Bekers 5 op het laatst. Zal ik daar even een extra kaart? Ja, ik pak daar even een laatste extra kaart. Nog één bij. Ja, geweldig. Heel erg mooi. We gaan de madame Lenneman er ook even bij halen. En moet af en toe even extra kijken natuurlijk naar die kaarten. Want ik heb ze nooit eerder gebruikt natuurlijk. Dus, maar er staan zulke mooie symbolen op. Echt waanzinnig. Oké. En deze. Zo, ik leg ze even iets breder neer. Want mijn tafel ligt erg vol. Zo. En voordat ik deze ga duiden, start ik even met een Maria Magdalena kaart. Dat zijn deze kaarten. En dat doe ik om even vanuit op zielsniveau eigenlijk even een stukje inzicht te krijgen. Nou, daar gaan we. Nou, dat zit even zo. Zat even in de weg. Zo, daar gaan we. Vanuit Maria Magdalena. Wat is de inzichtkaart voor jou op zielsniveau? Hartstikke idee. Dit geloof je niet. Dit is al de derde op rij dat ik deze kaart trek. Serieus, Moeder Maria. Ik ga hem gewoon maar weer voorlezen. Ik heb 3 keer achter elkaar Moeder Maria getrokken. En je ziet het, ik trek gewoon... ik schud ze allemaal netjes. Het zal zo moeten zijn. En ze is gewoon erg aanwezig. Oké. Moeder Maria... Mijn beste, even, mijn beste, ik vraag je de angst en ongerustheid die je voelt over het welzijn van een geliefde los te laten. Heb vertrouwen, alles zal voor iedereen goed aflopen. Deze huidige situatie maakt gewoon deel uit van de levenservaring en het leerproces van je geliefde. Uiteindelijk komt er een zegen in uit deze gebeurtenis voort.
Onthoud dat het in het hart van de schepping alleen maar liefde bestaat. Laat goddelijke liefde toe, zodat ze zich in je hart kan roeren. Voel hoe ze de aarde en de sterren beweegt als het mirakel van het leven die zich voor eeuwig ontvouwt. Heb vertrouwen in de universele geest van het leven en weet dat uw geliefden voor altijd en eeuwig beschermd zijn. Ik bestrooi je geliefde met beschermend en stralend licht. Dus maak je alsjeblieft geen zorgen. Oké, dit is de kaart die daarbij hoort. Een prachtige kaart. Kijk nog maar eens even goed. Alsjeblieft. En dan gaan we nu starten met de tarotkaarten op het inzicht. Die ga ik eerst eens even pakken voor jou. Wat zie ik allemaal? De uitgangspositie. Waar verkeer jij in? Of ga jij binnenkort in verkeerde steenbok? Je hoorde me het in het begin al zeggen. Ik heb voor jou de ster en bekers 2. Ik laat eerst die prachtige kaart eens even zien. Moet je eens kijken wat een kunstwerkjes dit weer zijn. En de ster samen met de dame. En de dame is een dame die recht op haar doel afgaat. Verzachtend, maar ook haar kansen ziet. En dan samen met de ster, de watermannenenergie, de nieuw licht aan de horizon, nieuw iets wat doorbreekt, een nieuw plan, een nieuw idee. Dus daar mag je je heel erg op gaan focussen, lieve steenbok. Samen, en dat vind ik heel erg mooi, het is namelijk een aas, de dame, met de ster. En de ster kan ook op een nieuwe liefde wijzen en ik zie hem ook nog op een inzicht liggen. Aantrekkingskracht. Dus je ziet eigenlijk de bekers, de handen zie je ook zo gaan. De boom ligt erbij, dat is ook een karma kaart. Dus we hebben hier wel degelijk te maken met een hele mooie verbinding op zielsniveau. Heb je zoiets, ja maar joh, er speelt nu geen liefde bij mij. Kan dit ook staan voor eenzelfde liefde, voor iets gemeenschappelijk hebben, waar groei en potentie in zit. Maar ja, als ik dit zo bekijk, is dit heel intens en gaan dingen enorm voor jou stromen. En wat is hier nu aan vooraf gegaan? Hele mooie kaarten. De Empress, de Keizerin en de Hoge Priesteres. En de Keizerin samen met de hond, de trouwe vriend, maar ook het vertrouwen dat je mag hebben. De Keizerin is natuurlijk de Venus-energie. En dat kun je hier ook heel goed zien, want Venus is natuurlijk één met de natuur, houdt van schoonheid, overvloed, stroming van energie, geluk, zachtheid, passie. En ja, dat komt hier ook allemaal in naar voren. Maar dat heeft ook met klein geluk te maken. Het is de kleine geluksbrenger, de planeet Venus. Die keizerin is echt de moeder aarde energie. Dat mogen hier ook duidelijk op zijn. En die hond gaat over vertrouwen, nieuw vertrouwen. Op heel veel fronten eigenlijk. Een oervertrouwen kan ik wel zeggen. Er is ook iets met een verbinding of een vriendschap, zeg maar. Een vriendschap of een relatie waar nieuw vertrouwen in komt. Of er is een nieuwe vriendschap ergens ontstaan. De High Priest, de Hoge Priesteres. Ik zag altijd de maangodin. Al zien we, ja, we zien hier wel de maan natuurlijk en de heilige schriften. De maangodin heeft, of de hoge priesteres heeft heel erg dat lijntje met boven. Heeft niet heel veel woorden nodig. Vooral omdat ze ontvangt en omdat ze luistert. En vanuit dat luisteren zie je dat ze een beslissing gaat nemen. Een hele duidelijke beslissing. Nou, wat vind ik nou ook zo mooi? Ik heb hier namelijk de koningin van zwaarden getrokken. En dan heb ik hier de dame. Maar dat is ook een schoppenaas. En dus we hebben luchtenergie, even los van die andere betekenis. En dan hebben we hier de koningin van zwaarden die dwars door alles heen kijkt. Het symbool van schorpioen staat erop. Ik kan hem heel goed plaatsen. Omdat je kan deze dame helemaal niks wijzer maken. Ze weet gewoon exact hoe dingen zitten en dan kan ze ook vlijmscherp zijn. Maar in deze is het natuurlijk prachtig, omdat we... Ja, je bent met nieuwe plannen bezig, je bent met groei bezig, groei op relaties, zakelijke relaties, werkrelaties, vriendschappelijke relaties, liefdesrelaties.
Hier ligt heel veel potentie, heel veel nieuwe mogelijkheden. Maar door juist naar die innerlijke stem te durven luisteren en daar trouw aan te zijn, op basis daarvan je keuzes durven maken, je beslissingen durven nemen, ligt eigenlijk ook op het inzicht, wat mag jij inzien, dwars door alles heen kijken. Op basis daarvan die knopen doorhakken. En de ster is een kaart van inzicht, van nieuw geluk. Dromen in de gaten houden. Ik wilde je deze nog even een keer laten zien. Kijk. Wensen die uit kunnen komen, waar je dus wel heel erg op mag focussen. Dus ga je heel erg concentreren op wat jij daadwerkelijk wil, op de plannen die je hebt, op de relatie die nu waarschijnlijk in een bepaalde groei zit. Focus je daarop en laat dat door niets verstoren. Wat is de volgende stap? Ja, er komt even een terugtrekstukje. En je kan je misschien even terug willen trekken van de relatie waar je in zit. Dat je even heel erg in je eigen bubbel wil gaan zitten. Of in de situatie wil je eventjes van ontdoen. En ja, Bekers 4 is een kaart van, er komt eigenlijk nieuw inzicht. Maar je bent ook wat verveeld door bepaalde dingen. En je hebt echt zoiets van, ja, is dit het nou? Minder interesse. En het is belangrijk, want hier ligt ook de boodschapper bij. Je ziet ook hoe groot dat glas is, hè? De boodschapper erbij. Dus er komen nieuwe dingen naar je toe. Er komen ingevingen, berichten aan die jou op hele nieuwe ideeën zal brengen. Kom ik weer even terug op die koningin van zwaarden. Focus je, kijk dwars door dingen heen. Heb je het gevoel, ik moet even in die bubbel? Ga dan ook in je bubbel. Laat je door niks afleiden. Maar anderzijds, ga niet helemaal zo in een gesloten houding zitten dat je niet meer ontvankelijk bent voor niemand. Is ook niet de bedoeling. We gaan kijken hoe jij zelf naar je eigen situatie kijkt. Koningin van Staven. Nou, dat zegt heel erg veel. Het is ook weer zo'n onwijs mooie kaart. Ja, omdat dat natuurlijk nieuw voor mij is, verwonder ik me natuurlijk over die prachtige kunstwerken. Dit is de Koningin van Staven. De vurige dame, haar intuïtie en haar wil zijn zeer sterk aanwezig. Ondernemend, zelfstandig, onafhankelijk, weet precies hoe ze haar route moet lopen. Maar dat is vanuit hoe kijk jij zelf naar je situatie. Dus dit vertelt ook, stel je onafhankelijk op, stel je zelfstandig op, loop je eigen route erin. Dus hou je eigen focus in de gaten. Sluit dingen goed af, want je zit ook nog in een afsluiting en het is een karmisch stukje waar je nog in verkeert. Daar ben je wel bijna doorheen, maar je zit echt nog wel in een stukje transformatie, ook door dit hele verhaal. Wat is van invloed? Justice, gerechtigheid, je intuïtie en je haarscherper verstand werken samen, steenbok. Plus dan heb ik hier nog eens de bergen. Dus je kan het gevoel hebben, maar dan zeg ik ja, als jij dingen niet helemaal lekker af kan sluiten, vertraag je dingen. En dan krijg je ook het gevoel dat dingen even vertraagd worden. Maar aan de andere kant zeg ik, laat je daar niet gek door maken. De kosmos heeft altijd een plan. En soms lopen dingen net even anders als dat je van tevoren wenste. En blijkt achteraf pas dat het eigenlijk beter was dat even die vertraging erop gezeten heeft. Want dan ja, komt de zegening of het doel uiteindelijk ook veel meer naar voren. Justice, ja, wat ik net ook al aangaf, hè, net als de koningin van zwaarden, dwars door dingen heen durven kijken en vlijmscherp durven zijn. Hier ben je vlijmscherp en je intuïtie gaat samen. En doordat je dat bent, is het misschien ook wel zo dat je het even rustiger aan wil gaan doen of mag gaan doen. Maar ik heb vooral zoiets, net of er ineens dingen naar je toe komen waarvoor je denkt, oké, even rustig, even opnieuw kijken en geen stappen overhaasten. Je hoop en je vrees. Nou, het rad van fortuin. Alle lessen heb je doorlopen. Je gaat een hele nieuwe cyclus in. Dat gaf ik natuurlijk al aan, ook met de kaart van de kist. Hè, die transformatie waar je bijna doorheen bent. Het geeft het wiel ook aan, maar je hebt zoiets, jeetje, komt er nou geen einde aan. En je wil gewoon dat het klaar is. Dan heb ik hier een echte mannelijke vuurenergie bij liggen. Maar ook dingen die voor jouw gevoel even niet duidelijk zijn, even niet helder zijn.
Er moeten dingen uitgelicht worden, opgelicht worden. Hoe zeg je dat? De sluier mag even van iets af, zodat dingen verlicht kunnen worden. Laat ik het zo zeggen. Dan worden dingen helder, opgeklaard is het juiste woord. Maar je bent eigenlijk al door je route heen aan het gaan. En er zit even een angst op, terwijl je zo graag ervan af wil zijn. En je hoorde mij net al zeggen bij die kistentransformatie, bij dat wiel. Hè? Omdat ik hier namelijk al zag liggen. Zwarte 10. Lijkt een hele pittige kaart. Maar die messen staan niet letterlijk in deze meneers rug. Het is het gevoel van, het is te veel. Veel aan je hoofd hebben, te veel aan je hoofd hebben. Maar je zit eigenlijk in die overgang naar die nieuwe structuur. Dat kondigt het rad ook al aan. Dat is je wens. Maar is ook je angst dat dat maar niet gebeurt. Nou, dan hebben we hier bekers 5. Dus waarom heb jij nog heel even dat gevoel? Je hebt misschien onbewust in een stukje gezeten dat je vooral kijkt naar die bekers die omliggen, waar niks in zit, die kapot zijn. In plaats van dat je gaat kijken en voelen en zien wat er in die bekers zit, die rechtop staan. En als je dat meester wordt, heb je weer iets geleerd. Want het is munten 3 en munten 3 gaat over erkenning krijgen, dingen erkennen, maar ook groeien en leren. Nou, en dan heb ik hier nog eens een hele mooie bevestiging. Het zijn 2 hofkaarten, zowel de koning van schoppen als de koning van munten. Betekent dingen gaan weer stromen, emoties gaan stromen, energie gaat stromen, financieel gaan dingen stromen. We hebben al een keer justice gehad. Dit is ook een kaart, justice. Dit gaat ook over rechtvaardigheid, balans, eerlijkheid, zuiverheid en je guiding. Dus je lijntje met boven gaat gewoon weer lekker stromen. Als jij heel even het gevoel hebt, ik zie het niet, vraag en het komt naar je toe. Veel hofkaarten moet ik zeggen, want we hebben de koning aarde, de koning lucht, de koning vuur hebben we gehad. Koningin van zwaarden hebben we. Veel azen, veel kansen, veel mogelijkheden. Maar je kunt het niet ontlopen wat hier eigenlijk ligt. En hoe meer inzicht jij hier doorheen gaat en inspiratie, hoe sneller je eigenlijk je les, zeg maar, onder de knie hebt. Waardoor aan dat voel ik, je wordt ineens helemaal opgetild. Dat gevoel ga je ook ervaren. Dus super, super mooi. Ik ga een universumkaart voor je pakken. Strakjes nog kleurkaarten en romantiekkaarten. Heb je nou zoiets van Rijn? Ik snap dat het niet helemaal kan resoneren omdat het algemeen is. Maar ik ben toch wel heel benieuwd of ik zit daar of daarmee. Zou je van mij eens op persoonlijk vlak kunnen kijken? Natuurlijk kan dat. Je kunt een kijkje nemen op mijn website. De link staat in de beschrijving van deze video. Voor een praktijkconsult, een telefonisch consult. Kijk zelf eventjes mocht je daar behoefte aan hebben. En voor een direct telefonisch consult ga je naar www.puurmedium.nl. Zo, ben ik klaar voor, Steenbok? Mijn gebeden en meditaties zetten aan tot wereldvrede. En wereldvrede begint in jou, dus dat begint altijd in jezelf. En ik ga een romantiek kaart voor jou pakken. Kijken wat je deze maand op het gebied van romantiek mee mag nemen. Afhankelijkheid. Verslaving beïnvloedt je liefdesleven. En ik zei natuurlijk al bij deze, zorg dat je je onafhankelijker gaat opstellen. Dat je zelfstandiger gaat opstellen. Oh, kijk, en hou eerst van jezelf. Je zelfrespect maakt je in de romantiek aantrekkelijker. Dus afhankelijkheid, zeg ik dat goed, afhankelijkheid en houden van jezelf. Alsjeblieft, dit zijn jouw romantiek kaarten. En natuurlijk sluiten we hem nog even af met 2 kleurkaarten. Met de kleuren die jouw komende periode kunnen gaan ondersteunen. Wees natuurlijk zelf creatief hoe je deze kleuren kunt toepassen. Oké. Ik heb voor jou wit, verlicht jezelf. Samen met kastanjebruin, grond jezelf. Dus verlichten en aarde. Verbind je dus met licht en verbind je dus met moeder aarde. Wat die Empress ook al aangaf, hè, de keizerin.
Vertrouw eigenlijk ook op je leiding. Moeder Maria zegt het. En ik vind haar ook wel een beetje die hoogpriesteres-energie hebben. Ik hoop in ieder geval dat ik jou door middel van deze reading heel veel nieuwe inzichten, vooruitzichten en hopelijk ook inspiratie heb mogen geven. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken. Mocht je de video willen delen, dan waardeer ik dat enorm. Delen is vermenigvuldigen. En je weet maar nooit welke steenbok hier net even iets aan kan hebben. Gooi je duim omhoog. En laat me nog even weten in een reactie hoe je de video vond of wat je eventueel zou willen winnen. Dankjewel weer. Ik wens jou een top maand toe. En tot de volgende. Doei doei.